Kijk, zien jullie deze bril? Deze bril zou zogezegd van Ray-Ban moeten zijn. En ja, oké, van Ray-Ban, ja, snap je. Eigenlijk is deze bril zo fake als de meeste meisjes op Facebook, dus... Kutbril. Yo, YouTubers, hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over jezelf zijn en persoonlijkheid. Dingen die heel erg zijn, ja, oké. Zo dingen dus. Ik ga er proberen een hele leuke video van te maken. Doe zeker een duimpje omhoog als je geniet van deze video. Dus dan moet je maar op het einde van de video beslissen of je duimpje omhoog doet. Maar het zou cool zijn als je dat nu al doet. En we gaan er een vette video van maken. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, doei. Ja. Video beginnen met een soort van anekdote, dus een soort van verhaaltje uit mijn leven. En dat is dat ik soms wel op Facebook of Twitter de vraag krijg van mensen: hey Acid, hoe word ik zo cool als jou? Zo'n vraag krijg ik dus soms op social media: hoe word ik zo cool als jou? Zo, ja, zo dingen. Waarom zou je zelf zoals mij willen worden? Waarom zou je hetzelfde willen worden als iemand anders, als je ook gewoon jezelf kan zijn? Waarom wil iedereen zo anders zijn, maar toch iemand anders proberen na te doen? Als iedereen gewoon zichzelf zou zijn, dan zou iedereen anders zijn. Maar op de een of andere manier zijn de mensen die zeggen, ik ben anders, eigenlijk gewoon mensen die iemand anders nadoen. En ik wil gewoon zeggen, waarom zou je anders willen zijn als je jezelf kan zijn? Behalve standers. Want Stan is anders. Ik zie zoveel op Facebook mensen die zo foto's delen van mensen met zakken wiet of mensen met 10.000 joints in hun mond. Zo dingen. En dan zie je mensen die daar commentaar op geven. Zo van, fuck onze generatie, alles is naar de kloten, waarom? Kijk, als die mensen er nood aan hebben om op Facebook te delen, dan zijn graag cannabis roken, laat dat dan zo. Dat is hun ding. En als zij daarmee willen stoer doen of daar anders mee willen zijn, laat hen dan. Dat boeit mij niet dat jij daar commentaar op hebt. En ik heb er toch ook geen commentaar op dat jij op Facebook een profielfoto hebt met een Engelse quote en je snapt waarschijnlijk zelf niet wat die quote betekent. Maar oké. Als we eens allemaal zouden stoppen met commentaar geven op domme kutdingen en gewoon zelf zouden leven en omgaan met wie we zelf leuk vinden en doen wat we zelf leuk vinden, dan zou het hier echt een leuke plaats zijn. Maar er zijn altijd mensen die anders willen zijn en eigenlijk zijn ze niet anders. En eigenlijk zijn het juist die mensen die anders willen zijn, die niet anders zijn. Bedankt. Als er dingen zijn die jij leuk vindt, maar je denkt van shit, als ik dat ga doen, dan gaat iedereen mij uitlachen en zo van die dingen. Dat is niet waar. Je moet gewoon mensen vinden die dezelfde interesse hebben als jou. Dat is hetzelfde als YouTube. Toen ik begon met YouTube, kende ik niemand die die hobby leuk vond. Ik kwam dan op school en iedereen lachte mij uit, zo van yeah, what up? En iedereen keek zo naar me van what the fuck doe je met je leven? Op een bepaald moment zie je dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die hetzelfde doen als jou. En dan moet je gewoon contact leggen met hen en dan is het allemaal een hele leuke plaats. En zo is het met alles. Als jij graag anime kijkt, dan moet je gewoon mensen vinden die evenveel van anime houden als jij. Als jij graag pornofilms maakt, moet je... Als je graag thee drinkt, dan moet je gewoon naar de theedrinkclub gaan en dan... Dan ga je ook aan mensen vinden die graag thee drinken. En zo is het met alles. Er is niks dat je zegt van ik ben de enige die dit doet en ik ben zo alleen en blaah. Nee, als je echt moeite doet, vind je altijd wel iets of iemand die hetzelfde doet als jou, die dezelfde interesses heeft. En dan kunnen jullie je samen focussen op iets en dat is altijd leuker. Soms moet je eens gewoon zoeken in jezelf, in je hoofd. Wie ben ik? Want ik denk dat sommige mensen zo hard proberen te lijken op iemand anders, dat ze zelf eigenlijk vergeten wie ze zijn. Ga zitten op een bank en denk na, waarom wil ik op iemand anders lijken als ik ook gewoon zo cool kan zijn als mezelf? En dan moet je geen moeite doen om iemand na te doen, want dan ben je gewoon jezelf. En dan doe je gewoon jezelf. Jezelf! Een heel mooi voorbeeld daarvan is humor. Humor is iets heel eigen aan jezelf. Je kan grappig zijn, of je bent gewoon niet grappig. Maar steel geen humor van iemand anders. Want als je humor gaat stelen van iemand anders, dan... Dat is hetzelfde alsof je een puzzelstukje die niet past, toch met de hamer probeert in de puzzel te slaan. Dat gaat nooit lukken. Ga niet naar iemand anders kijken en doe hem volledig na. Als je graag 10 liter make-up over je gezicht gooit, dan doe je dat maar. En dan ga je fucking veel commentaar krijgen. Maar dat weet je. Je weet dat je daar commentaar op gaat krijgen. Dat is gewoon zo. Dus als je daar niet tegen kan, doe dat dan niet. En zet daarna dan geen duizenden posts op Facebook dat je te veel commentaar krijgt. Want je wist op voorhand al dat dat ging gebeuren. Dus lieve dames en heren, gewoon jezelf zijn. Dan komt alles goed. Als je jezelf bent, dan is het een veel mooiere wereld. En dan, ja. Gewoon jezelf zijn. Dan komt alles goed. Dus ik ben Acid. Ik zou zeggen, wees jezelf. En geniet van het leven. En like de video. Dat moet je ook doen.
Hallo. Yes! Oh shit!